Ik kwam net uit mijn bed, ik had wat koffie gezet en het ochtendblad binnengehaald. Bij mijn haastig ontbijt had ik net even tijd om te zien dat de dollar weer daalt. Weinig nieuws, zo gezegd, ook het weer werd weer slecht en de sport interesseerde me geen zier. Net voordat ik moest gaan, zag ik plotseling nog staan een advertentie op pagina 4. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk, nooit gedragen, geen enkele keer. 2 jaren oud, voor een meisje dat trouwt, haast voor niets, want ik hoef hem niet meer. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruisjurk, met sluier, nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop. Telefoon 2604. En ik zag tot mijn schrik, hey, dat nummer ken ik. Met dat meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen, ik liet haar toen alleen. Ondanks alles belde ik haar toch gauw. Ja, dat was voor 2 jaar, nu zijn wij bij elkaar. Als een sprookje door het leven bedacht. Ik was ondersteboven, het is haast niet te geloven dat die bruidsjurk ons toch samenbracht. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk, met sluier, nog nieuw in het papier. Ik verloor al mijn hoop, daarom is hij te koop. Telefoon 2604. Voor een prikkie, een sneeuwwitte bruidsjurk, nooit gedragen, geen enkele keer.